Yo, Gianland hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 44 in Oostenrijk. Heb jij aflevering 43 in Frankrijk gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht met het i'tje, klik erop en zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nu mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. De vorige wedstrijd verliep erg goed voor ons. We wonnen daar ook de grote prijs. En Russell finishte dus als derde. Dus we hadden weer een dubbel podium gepakt. Ik heb er dit keer nu wel sponsors bij aan toegevoegd. Dat had ik er bij de vorige wedstrijd helaas niet gedaan. Dus de auto ziet er weer mooi en goed uit. En ja, we hebben al heel veel dingen kunnen upgraden van de faciliteiten. Er komen twee grote updates aan van de betrouwbaarheid. Eén grote update en één ultieme update. Dus ja, daar zitten we dus voor te wachten. En misschien kunnen we meer naar Mercedes klimmen. Eerste kwalificatie. Daar gaan we dan in Oostenrijk. Op het bloedsnelle circuit. We zijn er altijd extreem goed op geweest. Dus ik verwacht hier wel de pole position. Here we go. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie van Oostenrijk. Een circuit wat mij enorm goed ligt. Waar we altijd extreem snel op zijn. En ik verwacht hier dan gewoon weer de pole position kunnen behalen in Q3. Q1 is denk ik gewoon kinderspel. Lewis Hamilton zet een 1-3-4-9 neer. En wij zetten een 1-3-2 neer. De snelste tijd in Q1. En dat is ook gewoon de snelste tijd in Q1 geworden. Russell naar P4. Op 14e. Q2 verloopt wat bewolkt. Er is geen regen voorspeld. Dus ik verwacht gewoon dat we niet naar de intermediate toe moeten. En we beginnen op de softbanden. Bottas rijdt zijn tijd op de medium compound. Hij noteert een 1-3-9. Staat op P1. Maar wij hebben hier ook slipstream van Nicolas Latifi. En wij rijden een 1-2-6. Fantastic. That was the fastest lap. We zijn gewoon een seconde sneller dan Carlos Sainz. Het heeft ook geregend. Of het is gaan regenen. Maar Russell is dus ook mooi door. Q3 verloopt gelukkig droog. Geen regen meer. Het kan misschien zijn dat er nog wel regen gaat komen. Maar ik denk van niet. We knijpen Hamilton daar gewoon even af om te laten zien wie hier de baas is in Q3. Paars in sector 1, dat is goed om te zien. Albon naar P3. Wij dus naar een P1 met een 1-2-7. Russell naar P3, maar Bottas duikt daar onderdoor met een 1-2-6. Hij is een tiende sneller gegaan. En wij moeten er nog een keer voor gaan zitten. Al gelijk groen. Bij de Delta, we duiken onder onze eigen tijd door als het zo staat. 2/10 is dat nu. Een tiende sneller dan Valtteri Bottas. Paars in sector 1, groen in sector 2. En we pakken de pole position af met een 1-2-2. 14e sneller gegaan dan onze beste tijd. En Bottas komt gewoon 3/10 tekort. Russell naar P5. Hamilton naar P3. En Gasly naar P4. Wij pakken dus de pole position voor de grote prijs van Oostenrijk. Een prima kwalificatie was dit. En we hebben ook zeker een goede kans in de wedstrijd. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 44. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976.
If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Gasly, George Russell, and Sainz, Stroll, Albon, Leclerc, and Nicholas Latifi, Kvyat, Verstappen, Sergio Perez, and Vettel, Norris, Ocon, Antonio Giovinazzi, and Louis Delatraz, De Vries, Matsushita, Magnussen, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. And now, it's time to head down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus opnieuw een puntfinish te gaan halen. De strategie is soft, hard, maar die gaan we dus verplaatsen naar ik weet niet wat. We moeten gewoon zien waar we staan. We nemen wel extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we dan beginnen voor de grote prijs van Oostenrijk van F1 2020. Mighty Kremhout aflevering 44 is onderweg. En we komen gewoon goed weg. Bottas struggelt wat vanwege die mediumbanden. Russell verliest een plekje aan Hamilton. Maar weet die plek weer gelijk terug te veroveren. Gaat in één keer heen en weer tussen die twee. Stroll naar P5 en wij dus nog steeds naar P1. Bottas heeft al een achterstand van 18e ongeveer. We nemen deze bocht iets te vroeg. Maar het geeft niks. Het is daar wel geel. Komt door een ontstopping, maar dat is niet zo erg. De leiding dus behouden. Russell doet nog steeds naar die P3. Ronde nummer 6 is het. En we hebben dat snelste raceronde punt in handen. Want onze snelste tijd was een 1.5.6. Hamilton en Russell hebben Bottas ingehaald voor P2. Want Russell rijdt dus nu op die P2 en Hamilton op die P3. Interessant dat Bottas achteruit gaat, maar die rijdt ook op die medium band. Die gaat denk ik heel lang door en dan naar de soft band switchen. Dus aan het einde van de race kan hij bloedsnel worden. Ronde nummer 12 is het inmiddels. En Bottas heeft Hamilton weer terugveroverd voor P3. Russell nog steeds naar die P2. Ronde nummer 15 is het. En George Russell is naar binnen gedoken. Hamilton en Bottas zijn naar P2 en P3. Nog 20 ronden te gaan in de wedstrijd, want we duiken ronde nummer 16 alweer in. De wanden zijn wel erg versleten, maar we kunnen gewoon nog door, zolang het nog goed gaat. Rood in sector 1, 14e langzamer. En Leclerc gaat naar binnen. Ronde nummer 17, een ronde later volgens mij, en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. In ronde nummer 18 van de wedstrijd. Russell dus naar die harde band is teruggekomen op die derde plek. Omdat een aantal jongens naar binnen zijn gedoken. En nu leidt Valtteri Bottas zometeen de wedstrijd. Maar die moet nog een keer naar binnen voor zijn laatste pitstop. 2,6 seconden. Kon wat sneller, maar we hebben niet zoveel tijd verloren. Want Russell, ja, die komt nu pas aan bij bocht 1 en wij gaan dan richting bocht nummer 2. Het gat is 6,6 seconden. En Bottas heeft een voorsprong van 6,0 seconden. Het is inmiddels 2,8 geworden. Want we gaan ronde nummer 20 alweer in en wij zetten weer de snelste raceronde met een 1-5-1. Norris naar P4, Hamilton naar P5. Beide rijden op de mediumband. Groen in sector 1. 62.000 sneller dan onze beste tijd. En we zien Valtteri Bottas gewoon rijden. En Bottas duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag.
Hij gaat volgens mij naar de zachtste compound, de softbanden, terwijl we paars in sector 3 neerzetten, maar het is niet genoeg. Voor weer een verbetering, we waren een tiende te langzaam. En Bottas is dus naar die softband gegaan. Russell dus naar P2, maar rijdt op 2 compounden harder. Dat is slecht nieuws voor mijn teamgenoot, want ik denk dat Valtteri Bottas hem gewoon makkelijk kan inhalen. 11,3 seconden, zei Jeff, dat is inmiddels 12 seconden geworden. Ronde nummer 24 en we zetten weer de snelste raceronde neer met een 1-5-1. Ik was even in de war met de rondetijden. Russell nog steeds naar die P2, maar heeft Valtteri Bottas gewoon achter hem. En Bottas zet ook de snelste raceronde neer met een 1-15-0-1-2. Wij zijn 37.000ste sneller gegaan. Groen in sector 1. En wanneer kan Bottas een aanval wagen voor die P2? Dat is wel jammer. Maar het is niet anders. Ik denk wel dat Russell genoeg voorsprong heeft voor Lewis Hamilton. We zijn weer 71.000ste sneller gegaan. Groen in sector 2. Nou, Russell houdt het nog aardig vol. Rijdt nog steeds op die P2. En rood in sector 3. Dat is nou jammer. 14e langzamer. We moeten beter gaan rijden en sneller gaan rijden. Om dat snelste raceronde af te pakken van Valtteri Bottas. Diezelfde Bottas heeft Russell verschalkt voor P2. En wij pakken dat snelste raceronde af van Valtteri Bottas met een 1-4-9. De eerste blauwe vlaggen worden al gezwaaid. Dat is volgens mij voor een Alfa Romeo coureur. Dat is volgens mij Matsushita. Als ik dat goed zeg. Dat zeg ik goed. Vorig seizoen was hij wat dwarsliggend, ook op ditzelfde circuit. Toen wou hij ons weer onleppen, maar dat wou ik dus niet doen. Doet hij hier weer gewoon weer bijna precies hetzelfde. Wat doe je gewoon, Nobuharu? Heel dom van jou dat je dat zo doet. Maar goed, we zijn er wel voorbij. In ronde nummer 27 van de wedstrijd. Er zijn nog 9 ronden te gaan en Russell rijdt nog steeds op die P3 rond. Ronde nummer 28, een ronde later. En daar is dan ook Nyck de Vries gezien, wordt op een ronde gezet. Hij rijdt op P20 en hij rijdt stijf achteraan. Onze landgenoot dus moet het helaas doen in een Williams. En dan is de volgende die we op een ronde gaan zetten, terwijl we even paars in sector 1 noteren. Dat is Louis de Letras. Ons ex-teamgenootje van seizoen 1. En we zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd. Nog 5 ronden te gaan. Dat zeg ik niet goed. Nog 7 ronden te gaan. Ik denk dat de Letras zo meteen hier gewoon aan de kant gaat, terwijl we rood in sector 2 neerzetten. Een tiende langzamer en de Letras gaat hier gewoon mooi aan de kant. Vraagteken. Ja, hij gaat mooi aan de kant. Maar daardoor verpesten wij wel de bocht, omdat de Letras op een ongemakkelijk punt aan de kant ging. En daar baalde ik wel van. Ronde nummer 30 en de Letras probeert zich te unlappen. Maar dat laten wij niet toe. Er zijn nog 6 ronden te gaan. Russell rijdt nog steeds op die P3 rond. Bottas nog steeds op die P2. En Hamilton nog steeds op die P4. Een hele groep jongens voor mij. Vettel is dat volgens mij. Giovinazzi. En ik weet niet wie anders dat is. Dat is een Haas-coureur. Dat is Romain Grosjean. Nee, dat is Kevin Magnussen. En die is in gevecht met Sebastian Vettel.
Magnussen heeft Vettel weer te grazen genomen voor die P17 in de wedstrijd. Als ik dat goed zeg, dat zeg ik goed. En Vettel laat ons hier mooi voorbij. Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen. En Vettel heeft geprofiteerd. Goed zo, Seb. Mee profiteren van de leider. Zo doen we dat. Giovinazzi gaat hier ook mooi aan de kant. Ja dus. En daar kan Vettel niet mee van profiteren. We zitten in ronde nummer 31. Nog 5 ronden te gaan. De volgende heet Nicolas Latifi, die we op een ronde gaan zetten. Hij rijdt op P15. Russell nog steeds naar die P3. Dat doet hij uitstekend. En Latifi laat ons hier mooi voorbij. Ook hij doet in één keer hier heel gek. Door gewoon die binnenkant te behouden. En een kortere lijn te nemen. Nou, dat moet je niet doen, want dan raak je mij. En dan is het gewoon game over. Want dan spin ik en dan spin jij ook. Dat is niet de bedoeling. Laatste raceronde loopt inmiddels. We gaan een ultieme poging doen om dat snelste racerondepunt af te pakken. We krijgen een track limit waarschuwing. Dat was onze tweede van de wedstrijd. Daardoor krijgen wij een 3 seconden tijdstraf. Maar we zitten wel paars in sector 1 neer. Die 3 seconden boeit mij helemaal niks. Want we zitten gewoon 11,5 seconden van Bottas vandaan. Dus we zijn alsnog safe. Pakken wij dat snelste racerondepunt? Sorry, verbeteren wij ons dat snelste racerondepunt nog? Want dat hebben we inmiddels dit keer op onze naam staan. Dat hebben we afgepakt van Valtteri Bottas. Maar ik weet niet in welke raceronde dat is gebeurd. Wel laat in de wedstrijd. Maar we gaan hem verbeteren. We zetten groen in sector 2 neer. En ik denk dat wij de wedstrijd gaan winnen. We pakken de volledige score. In Oostenrijk, Russell naar P3. Een goede wedstrijd. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Engeland. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria. And a truly magnificent drive to hang on and take the win. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. De raceuitslag van de Grote Prijs van Oostenrijk. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook een snelste racerondepunt, maar we pakken een 3 seconden tijdstraf. Dat geeft niks. Bottas naar P2, Russell naar P3. En Max Verstappen krijgt Driver of the Day van Anthony Davidson. Terecht van P12 naar P6, dat doet hij gewoon uitstekend. Klassement, wij leiden nog steeds de rijderskampioenschap en we leiden ook het constructeurskampioenschap. 109 punten verschil naar Mercedes. Dat doen we uitstekend. En het is tijd voor de sponsor renewal. Dat hebben we dus geaccepteerd. En Russell gaat een nieuw contract tekenen, hoop ik gewoon voor ons. Tot het einde van het seizoen. Hij is 97 rated. Hij krijgt nu 13,55 miljoen. En we gaan denk ik ook gewoon 13,55 miljoen bieden. Kijken of hij dat accepteert. Ja, het is gelukt. Russell dus tot het einde van het seizoen. Een Schaven Racing coureur. Dat is heel goed om te zien. Maar daardoor hebben we wel wat lage cash. Low cash. De kalender opvullen zoals gewoonlijk. Maar goed, dit was dus deze aflevering, mensen.
De grote prijs van Oostenrijk zit er alweer op. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nieuw mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Engeland.